In deze video wordt geen nieuwe stof behandeld. Wel geeft het de samenvatting van de begrippen en formules die horen bij één domein van het VWO Natuurkunde eindexamen, zoals die geldt vanaf het examenjaar 2025. Deze video gaat over het domein Quantumwereld. In dit domein gaan we het hebben over deeltjesgedrag en golfgedrag. En het centrale thema van dit domein is dat beide gedragen eigenlijk altijd tegelijkertijd optreden, en dat noemen we de golfdeeltjesdualiteit. Laten we als voorbeeld kijken naar een elektron. Een elektron is ondeelbaar en dat is echt deeltjesgedrag, maar een elektron kan zich ook gedragen als een golf. En je kunt zelfs uitrekenen wat de golflengte is van een elektron. Een eigenschap van golven is dat ze kunnen afbuigen. Met die eigenschap kun je uitleggen wat er gebeurt achter een enkelspleet. Een ander belangrijke eigenschap van golven is dat ze kunnen interfereren met elkaar en dan moet er sprake zijn van een faseverschil of een weglengteverschil. Met behulp van een dubbelspleet-experiment kun je die interferentie zichtbaar maken. En het is belangrijk om op te merken dat je eh, dit kunt doen door gebruik te maken van fotonen, maar ook door bijvoorbeeld gebruik te maken van elektronen. In allebei de gevallen zal er interferentie optreden en zul je achter de dubbelspleet gebieden zien van maxima en minima. Wat je moet kunnen uitleggen is wat er gebeurt wanneer je kunt volgen door welk van de twee spleetjes, het deeltje, of dat dan een foton of een elektron is, zich beweegt. Wanneer je meer dan twee spleten hebt, maar een hele rij spleten achter elkaar, dan spreken we van een tralie. En in die situatie kun je zelfs rekenen onder welke hoeken achter de tralie je een maximum zult kunnen vinden. In een aantal specifieke situaties waarbij er sprake is van een opgesloten elektron, kun je gebruik maken van een model om te rekenen aan de energieën van het elektron. En dat zijn twee situaties. Het is een eendimensionale put met oneindig hoge wanden en een elektron dat zich bevindt rondom een waterstofatoom. In allebei de situaties zal de energie van het elektron zogenaamd gekwantiseerd zijn. Die zal bepaalde discrete waarden kunnen hebben en alleen maar die waarden en niets anders. Wil je nu beschrijven wat er gebeurt in die eendimensionale put of rondom dat waterstofatoom, dan kun je Gebruik maken van de golffunctie. En die golffunctie, die ziet er in die, deze situaties een beetje hetzelfde uit. als de staande golf die je kunt hebben bij een, een muziekinstrument. Dus je hebt te maken met knopen en met buiken. Op de plekken van de knopen zal de golffunctie minimaal zijn. en op de plekken van de buiken zul je een maximale waarde hebben voor de golffunctie. Een eigenschap van deze golffunctie is dat het wanneer het een barrière tegenkomt. Het niet direct nul wordt, maar het zal exponentieel afnemen tot nul. En dat betekent dat er ook een kans is dat de golffunctie achter een barrière uh, aanwezig zal zijn. En dit uh, effect noemen we ook wel tunnelen. Wanneer je de golffunctie weet, dan kun je daar de, het kwadraat van nemen. En het kwadraat van de golffunctie leidt tot de waarschijnlijkheid dat het deeltje zich op die bepaalde plek bevindt. En de verdeling van die waarschijnlijkheid... Dat geeft dan ook het interferentiepatroon wat je ziet bijvoorbeeld bij een dubbelspleet of bij een trali. Ga je kijken naar bijvoorbeeld de situatie rondom een waterstofatoom, dan blijkt er sprake te zijn van het uitsluitingsprincipe van Pauli. En dat zegt dat er nooit meer dan één deeltje in dezelfde toestand aanwezig kan zijn. De grootheid die hierbij een rol speelt is de zogenaamde spin. En een elektron kan een elektronspin hebben die uh, twee... Verschillende waarden kan hebben. En dat betekent ook dat je nooit meer dan twee elektronen in dezelfde schil zult kunnen vinden. En als dat zo is, dan zullen de twee spinnen van die twee elektronen ook tegengesteld zijn. De laatste term die van belang is in dit domein is de zogenaamde bandgap. Bandgaps kunnen optreden in vaste stoffen. En wanneer je te maken hebt met bandgaps, dan kunnen elektronen van de ene naar de andere bandgap springen. Wanneer ze dat doen zullen ze fotonen oftewel uitzenden oftewel absorberen. Deze bandgaps komen ook terug in toepassingen. Twee ervan moet je kennen en kunnen beschrijven en dat zijn de zogenaamde halfgeleider en het zonnepaneel.